André Hazes junior en Monique Westenberg vieren de feestdagen in stijl in de Spaanse stad Javea, waar ze samen met het gezin van neef Tjarno Hofland verblijven in de luxe villa El Refugio. Het gezelschap, bestaande uit negen personen, waaronder de ouders van Tjarno en de zus van Rachel Hazes, geniet van een prachtige villa met een infinity pool, vier slaapkamers en drie badkamers voor een prijs van 5000 euro per week. Betty Bart onthulde dit vakantieverblijf aan Show Nieuws en merkte op dat, ondanks de hoge prijs, het gezelschap volop geniet van het heerlijke weer. Echter, de kerstvilla krijgt op Booking.com slechts een beoordeling van 5,5, met een opvallende negatieve recensie van Ene Sayoa. Zij benadrukt de gevaren voor kinderen in het huis, met name rondom de Infinity Pool en een diepe chill outzone De kritiek leidt tot discussie waarbij Anouk Smulders Sayoa bestempelt als een chagrijn en Patty Bart vindt dat de kritiek overdreven is. Ze wijst erop dat de potentieel gevaarlijke aspecten van de villa al zichtbaar zijn bij het boeken, zoals het ontbreken van een hekje rondom het zwembad. Ondanks de controverse blijft het bekende koppel genieten van hun kerstvakantie. Er waren geruchten dat ook Roxanne en haar gezin zouden deelnemen, maar dit blijkt niet het geval. De vraag blijft of de negatieve recensie de vakantiepret zal overschaduwen.